Stop de mediaterreur. Massamedia, vooral de zogenaamd publiekrechtelijke, behoren überhaupt tot de wereldwijd gevaarlijkste organisaties. Want mainstream media zijn grotendeels gewillige handlangers geworden van oorlogsophitsers. Mensenvriendelijk gecamoufleerde aanvalsoorlogen worden vooral via zogenaamde publiekrechtelijke massamedia gerechtvaardigd en voorbereid. Daarom dragen massamedia essentieel mede een schuld aan veel oorlogen. Concrete bewijzen voor deze beweringen vindt u op onze DVD 1 en 2 bij het gelijknamige thema Stop de mediaterreur. In het Nederlands is er één DVD te bestellen op het adres hieronder. En volgens de daar beschikbaar gestelde instructies zelf branden en kopiëren. Jarenlange onderzoeken hebben aan het licht gebracht dat de veel geprezen grote verscheidenheid van media één enkele misleiding van de volken is. Het merendeel van de massamedia bevindt zich bovendien in maar heel weinig handen. Mainstream media vormen heimelijk de eerste en niet ongeveer de vierde of vijfde macht in de staat. De media zijn in de westerse landen tot de grootste macht geworden, machtiger dan de wetgevende macht, politiële macht en de rechtspraak. Alexander Solzhenitsyn. De meeste mensen zijn bovendien volledig afhankelijk van de media, ze vertrouwen hen blind. De toonaangevende media zijn daardoor tot een religie, tot een vervanging van God, kortom tot een levensgevaarlijke sekte geworden. Nog andere redenen maken de mainstream media tot bijzonder gevaarlijke instrumenten. Ze verspreiden talloze kwaadsprekerijen, laster en bewijsbare leugens en bedrog. En dit dag na dag, jaar na jaar, decennium na decennium. Ze lijken daarbij in de meeste gevallen als twee druppels water op elkaar. Als gedupeerden van de media zich willen verdedigen door een recht op antwoord, dan wordt hen doorgaans ieder recht op antwoord geweigerd. Dit gebeurt heimelijk en tegen blijkbaar ieder onvervreemdbaar recht. Als laatste praktische voorbeeld hierbij, geachte kijker, vermelden we wat de oprichter van de AZK, Ivo Sasek, is overkomen in augustus 2014. Sasek diende van repliek met een correct recht op antwoord op een lastercampagne van Hugo Stam tegen Sasek in de Tagesanzeiger van 7 augustus 2014. Sasek sprak zich kort en duidelijk uit in 5 punten. Hoe handig en vermetel echter recht op antwoord wereldwijd juridisch wordt ontzenuwd, verduidelijken we kort door het eerste punt van het recht op antwoord. Sasek corrigeerde: Hugo Stam besloot zijn bericht met de verkeerde bewering. Sasek was niet bereid de vragen van Tagesanzeiger te beantwoorden. De waarheid is echter, Sasek wist helemaal niets van deze vragen, omdat hij ten gevolge van een bedrijfsvakantie samen met zijn medewerkers in het buitenland was. De vermetelheid van alle 5 antwoorden van de topadvocaat van Tamedia was nauwelijks te overtreffen. Advocaat Simon Canonica diende dit eerste duidelijk feit van de repliek met de woorden: de Tagesanzeiger auteur, dat was zijn Hugo Stam redactie, heeft u voor de publicatie 2 maal op de AZK-box gemeld, die vooral na de conferentie goed wordt bediend door uw medewerkers. En dit gaat zonder problemen, ook wanneer u of uw medewerkers zich in het buitenland bevinden. Ziet u hoe dat gaat? Het thema vakantie werd door de advocaat Simon Canonica gewoon handig onder de tafel geveegd. Hier doet deze topadvocaat gewoon de vermetele bewering dat Sasek tijdens zijn vakantie zijn mails checkt of bewerkt. Waarom dan eigenlijk vakantie? Maar alleen al dit onzinnige punt zou, zoals ook alle overige punten, een lang juridisch gebakkelei betekenen, moest men hier zijn recht willen opeisen. Maar hier is het verhaal nog niet ten einde. Zijn onzinnige weigering van het recht op antwoord beëindigt mediaadvocaat Canonica met de zin: de redactie zou Ivo Sasek als direct betrokkenen echter niet de mogelijkheid willen ontnemen kritiek te geven op het betwiste bericht. Ze biedt hem daarom aan zich te uiten in een lezersbrief tegen het artikel, dat echter hoogstens 30 regels van 38 lettertekens zou mogen bevatten. Ik verwacht graag uw antwoord respectievelijk tekst voor een lezersbrief. Met vriendelijke groeten, Tamedia, rechtsdienst Simon Canonica. Op grond van tientallen soortgelijke ervaringen hing Ivo Sasek in op dit onrechtvaardige experiment en zond volgende lezersbrief aan Tamedia. Hallo. Hallo, ik ben Ivo Sasek, de Zwitserse sektengoeroe die de derde wereldoorlog oproept.
Tenminste, zo leerde onze Hugo Stam, de alleen zaligmakende sectenjager, het jullie weer eens op de achterkant van 7 augustus 2014. Nadat mij het recht op antwoord weer wordt geweigerd, neem ik het royale aanbod aan in ruil hiervoor een lezersbrief te schrijven in precies 30 regels van 38 lettertekens. O jee, wat doe ik nu met zoveel plaats? Maar let's go. Op een of andere manier zullen mijn circa 70 tegenwerpingen het gapende gat al stoppen. Ten eerste, Hugo Stam eindigde zijn bericht met de bewering: Sasek was niet bereid de vragen van Tageszeiger te beantwoorden. De waarheid is echter, Sasek wist helemaal niets van deze vragen, omdat hij samen met het team op vakantie was. Voor de resterende 69 punten moet ik nu toch een stapje terug doen, omdat mijn plaats heel verrassend toch een beetje krap wordt. Draai alle boosaardige mededelingen van Hugo over mij gewoon circa 180 graden om, dan zou u ongeveer bij het juiste eind hebben. Met genoegen, de leider van jullie allen, Ivo Sasek, Zwitserse sectengoeroe, antisemiet, christenhater, samenzweringstheoreticus, holocaustloochenaar en veel meer. PS, vertel het verder. Wie nu denkt, goed dat dan toch deze lezersbrief kon worden gepubliceerd, die heeft zich vergist. Op dinsdag 26 augustus 2014 stond de hoofdredacteur van Tagesanzeiger, Rees Strelen, volgende afwijzing aan Ivo Sasek, ik citeer. Geachte meneer Sasek, dank u en ja, ik heb uw stellingname bij het ingenomen standpunt gelezen. De verantwoordelijke collega's van de Lezer Forumpagina zullen zich melden. In deze vorm afdrukken kan ik mij niet voorstellen. Een ernstige poging om van gedachten te wisselen met de argumenten van collega Stam zou in aanzet herkenbaar moeten zijn. Groet, Rees Strelen. En precies dit, geachte kijkers, behoort tot de dagelijkse mediaterreur, zoals tienduizenden media-gedupeerde burgers hem sinds tientallen jaren moeten doorstaan. Als zulke media-gedupeerden dan in de zure appel bijten en proberen hun recht op antwoord gerechtelijk op te eisen, dan komen de media-ondernemingen opnieuw aanzetten met hun sterkste advocaten en winnen. In zeldzame gevallen kunnen de klagers na lang gebakkelei en met grote onkosten toch winnen. Maar dan was de zaak meestal al lang verleden tijd en de slechte naam van de door de media bedrogenen bleef toch bij miljoenen mensen bestaan. Sasek had deze ervaring ook al achter zich. Als een of andere media-instantie zich dan toch nog liet dwingen tot een correct recht van antwoord, dan hielden deze in de regel ook dan nog vast aan hun onjuiste berichtgeving, nadat hun leugens concreet konden worden onthuld en weerlegd. Zo ziet de dagelijkse mediaterreur eruit op het onschuldigste niveau. Bent ook u op de een of andere manier gedupeerd door de massamedia? Deel het ons dan mee in een paar korte zinnen. Dien uw aanklacht bij ons in. Weet u ook van actuele en gevaarlijke leugens door de massamedia? Laat het ons dan weten. Bent u ook mediamoe? Word dan deel van een nieuwe mediaketen met nieuwe waarden. Werkt ook u onbezoldigd mee? We geven u alternatieve media door, maar ook mogelijkheden onbezoldigd mee te werken daarbij. Maak met ons een internet-onafhankelijk netwerk, want de dagen van het vrije internet zijn geteld. Neem deel aan de enquête van onze handexpresskrant onder enquête.kla.tv. Wanneer u deelneemt aan deze enquête, kunnen we persoonlijk contact opnemen met u. Hartelijk dank, wij verheugen ons op u.